Ede energie-neutraal. Natuurlijk pak je graag de fiets. En als de fiets niet lukt, dan ga je met het openbaar vervoer. Maar soms is de auto nemen nou eenmaal de beste optie. En als je dan toch de auto neemt, waarom zou je dan niet elektrisch rijden? Het heeft namelijk veel voordelen. Allereerst draag je bij aan een duurzame gemeente. De auto's zijn veel energie-efficiënter. En laat je je auto op bij een van de openbare laadpalen binnen de gemeente Ede, dan is de gebruikte stroom ook nog eens duurzaam opgewekt. Ook zorgt elektrisch rijden voor een betere luchtkwaliteit. En nog een voordeel, elektrisch rijden produceert veel minder geluid. Wat houd je dan nog tegen? De laadpalen misschien? Voor elektrisch rijden zijn laadpalen nodig. Het aantal laadpalen in de gemeente groeit hard. Dat maakt elektrisch rijden steeds aantrekkelijker. Je kunt ook zelf een openbare laadpaal aanvragen. Aan zo'n aanvraag zijn geen kosten verbonden. Maar let op, je kunt alleen een laadpaal aanvragen als je geen plek hebt op eigen terrein om je auto te parkeren. Wist je trouwens al dat de stroom uit de Edese laadpalen voor 100% in Nederland opgewekte groene stroom is? Meer weten? Kijk op ede-natuurlijk.nl.